Hey iedereen, welkom. Het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live. En vandaag zijn we beland bij episode 10 alweer van Pokémon Rood. Ik heb een klein beetje voorbereiding gedaan, alleen een beetje opzoekwerk eigenlijk, niet veel sinds de laatste episode. Ik heb Nidoking een paar moves geleerd. Ik heb die Mega Kick en Mega Punch geleerd, dus dat gaat zeker wel helpen voor de sterkte van onze Nidoking. Voor de rest gaan we nu gewoon door met het verhaal. We moeten terug naar Lavender Townsill sinds we die Silk Scope hebben. Hiervoor kocht ik dat water. Omdat je die guard zijn drinken hebt gegeven. Kunt je er nu door? En je kunt door alle vier de wegen, dus het enige jammer is wel dat je niet met een bicycle hierdoor kunt rijden. Dat moet je wel weten. Voilà, hier zijn we terug. Bij de spook-Pokémon. Ik moet kijken wie dat eerst zet. Ik denk dat Venusaur goed is om als eerste te gaan. Ik ga even een Reaple gebruiken als ik er nog heb. Ik denk dat ik er nog heb. Ja. Dan hebben we geen trainers, geen Pokémon meer bedoel ik, dat ons lastig vallen. We moeten hier wel door nu, kunnen niet anders. Reaple's effect whereof maakt niet zoveel uit. We zouden eventueel een spook-Pokémon kunnen vangen, I guess. We zullen zien of dat we er een encounteren of niet. En we hebben er net de enige encounterd. Gaat dat niet? It doesn't affect Ghastly. Eigenlijk moeten we die niet vangen zijn, maar ik dacht waarom niet. Voilà. Hier hebben we Ghastly gevangen, boys and girls. Begone, intruders. Dit is de ghost dat je nu kunt zien door die silkscope. It was Cubone's mother all along. Nou, dit gaan we niet meer halen. Ofwel. Met een critical hit, zeker wel. The ghost was the restless soul of Cubone's mother. The mother soul was calmed. It departed to the afterlife. Voilà. Hier ga ik wel even een andere Pokémon eerst voor zetten. Want hier is Team Rocket! Again! Ze houden die arme man gevangen. Sinds hij niet ook een geconfused heeft, kunnen we niet anders en we pakken een Raichu. Thundershock zou normaal genoeg moeten zijn om een Zubat neer te krijgen. Kijk wat de laatste Pokémon is. Golbat, die hebben we nog niet gezien van een Team Rocket member. Golbat ziet er echt geweldig uit met die tong zo uit die mond. I give up. This old guy came and complained about us harming useless Pokemon. We are taking it over as adults.
Mega Kick. Dat is geen KO, dat verbaast mij een beetje. Mega Punch Jam. Dat is ook geen one-hit KO. Please no more. Pokémon are only good for making money. Scumbag. Stay out of our businesses. You're not saving anyone, kids. Sure I am. Too bad. Mega Punch. Critical hit, nice. Laatste Pokémon Zubat, we gaan het niet veranderen. Voilà. Thank you, but I came here out of my own free will. I came to calm the soul of Cubone's mother. I think Marowak's spirit has gone to the afterlife. I must thank you for your kind concern. Follow me to my home, Pokémon House, at the foot of this tower. Okay. En dat hebben we nodig. Dank u, dat hadden we zeker nodig. En ik zal jullie laten zien straks waarom dat we dat nodig hebben. We hope to see you again. Even save it. Anders konden we niet door. Dit is route 12 noord van Lavender. En hier zitten ook wat trainers. Goldien, Goldien. Ah, heeft hij echt confusion gedaan. Man. Poliwag. Water Pokémon dus. Gewoon even Raichu pakken. Is easy. Een Goldien terug. Doodmaken voordat hij terug confusion doet. Raichu level 35 weer up, boys and girls. Tentacool! Oh ja, Goldien, want ik wil niet gepotioned worden terug. Ik wil een Raichu pakken. We gaan dat gewoon doen. That one got away. Too much. Voor de rest, nee, daar is niks meer. Poliwag. Een Shellder. Goldie. En de laatste Pokémon is een Horsey.
One hit. Voilà. En zie je nog iets. En hiervoor hadden we dus die Pokévloed nodig. Er liggen twee, op twee spots in de game ligt een Snorlax te slapen. En je hebt een Pokévloed nodig om die wakker te maken en er tegen te kunnen vechten. Dus dat is wat we nu gaan doen. Voilà. Schoon, hè. En dit is Snorlax. Level 30. Ja, tuurlijk. We blijven natuurlijk wel even bezig. Laten we Mega Kikkies proberen. Horndrill dan. Oh, Nick! Oh! We hebben nog een kans om een Snorlax te vangen, dus het is niet zo erg. Oké. Okay. Het is niet zo erg, we kunnen nog een Snorlax vangen, dus het is oké, okay, het is oké. Okay. Electrode. Dat er heel eng uitziet met die lach. Nidoking 35 is nice. Ik denk dat je in dit huis een nieuwe rot krijgt om te fishen. Een nieuwe vislijn om te vissen. Hier ligt een item, dus we gaan dat wel pakken. We gaan dat wel een trader moeten verslagen, maar het is wat het is. Magikarp! Nee, van een Magikarp gaan we niet changen. Dat gaan we niet doen. Geniaal. Iron kost veel. Birds. Pidgeotto, ja, we gaan wisselen, maar Raichu, denk dat een Thundershock genoeg moet zijn. Wat het ook was. Birdkeeper defeated. We gaan niet changen totdat hij echt gewoon dood is. Nee, we gaan niet changen. Pikachu, nee, we gaan niet changen. Nee, we gaan weer niet changen. We hebben heel die trainer gedaan met 20 HP. Niet slecht. Ja.
Deze weg ben ik ook vergeten, dus pardon me. Dus oftewel hierboven, oftewel... Pidgeotto, hier gaan we dood op gaan, denk ik. Tenzij de horndrill hit, we hebben chance. Volgens mij heeft horndrill zoveel procent kans om een one-hit KO te zijn, of 100% kans. Ik ben niet zeker hoe dat het werkt. Nou, kut, hier moeten we dus niet zijn. Hier ben ik vrij zeker van. Kijken of dat horndrill werkt. Nee. Niet ook in fainted. Oké. Die heeft allemaal bird Pokémon, dus dat zal... Dan moeten we gaan. Oh, een Pharaoh. De eerste keer dat we een Pharaoh zien. Pharaoh ziet er best wel cool uit, moet ik zeggen. Voor de rest is het niet langs hier. Hier ligt wel een PP-up. We gaan dat gebruiken, want we hebben nog een iron dat we kunnen geven. Even kijken. We gaan die PP-up ook geven aan... Ah ja, Oh nee, shit. Maakt niet uit. Let's continue our journey. Ja, voilà. Of heen! Muk, gewoon niet changen. Oei, ik heb een genoeg. Die biker had gewoon een muk. Farfetch! Ook niet eens keer hebben we een Farfetch in de game zien, boys. Niet dat het uitmaakt, maar hier was Farfetch. We gaan die trainers nu allemaal niet verslaan. Godverdomme, ja. Als ik het zeg, dan heb ik het zitten natuurlijk. Oh, die heeft een Raichu! Oké. We komen wel terug voor die trainers in de volgende episode. Oh, een Ditto! Ditto transformed into Mew. Laten we Ditto proberen vangen. Kunnen we niet vangen met een gewone pokeball? Waarom niet? Nee. Ah, we kunnen niet escapen. Oké. Okay. Hey, we hebben hem dit toch gevangen. Voilà, iedereen. We zijn nu in Fuchsia City, dat is de stad waar dat de safari zone is. En hier is ook een nieuwe gym om te verslaan. We hope to see you. Oké. Dit gaat het alleszins zijn voor mij voor episode 10. Merci allemaal om te kijken. Als je het cool vindt wat ik doe, laat zeker een duimpje hier beneden op YouTube langs. En vergeet zeker het belletje niet aan te klikken, zodat je een notificatie krijgt als mijn video's live gaan voor jullie. Voor de rest allemaal merci om te kijken en nog een goede dag. Yo, salukes!